prachtige hoofddeksels, toch? Maar ja, ze bieden ook weinig bescherming. Wat is een soldaat zonder helm? Het is misschien wel het meest herkenbare uniformstuk van de militair. Zeker ook om te bepalen of iemand vriend of vijand is. In de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog werden de betrokken mogendheden op brute wijze op de feiten gedrukt. Oorlogsvoeren is niet glorieus, maar bloederig, mensonterend en verschrikkelijk. De hoeveelheid slachtoffers was enorm. Niet alleen door nieuwe wapens zoals machinegeweren, maar ook waren er enorm veel slachtoffers en gewonden te betreuren door rondvliegende scherven of puin. Hoofden bleken het meest boven het machinegeweermaaiveld uit te steken en dus het meest kwetsbaar. Daar moest iets op gevonden worden. De Franse casque Adrien was in 1915 de eerste moderne stalen helm. Het ding was niet zozeer ontwikkeld voor het stoppen van kogels, een directe voltreffer gaat dwars door zo'n helm heen, maar tegen scherven, puin en schramschoten bleek de helm redelijk te werken. Ja, iets is veel beter dan niets. Het model was erg ingewikkeld en dus duur en niet snel en masse te produceren. Moest vooral ook een bepaalde uitstraling hebben. Dat vond de Franse legerleiding veel belangrijker dan een boel andere, meer praktische zaken. Ook in mei 1940 droegen de Franse troepen deze helmen nog. Het Engelse antwoord kwam al snel en was de Brodie helmet. Dit supersimpele geval was met één stans uit een stuk metaal te vormen en was dus goedkoper en ook makkelijker dan de Adrien-helm. Gemodelleerd naar middeleeuws voorbeeld was de MKE niet alleen iconisch, maar ook enorm doeltreffend. Geen wonder dus dat Amerikanen vanaf 1917 ook met deze helm op hun hoofden te strijden trokken. Dit type vormde tevens de basis voor de o zo herkenbare Britse helm uit de Tweede Wereldoorlog, de MK2, die ook door bijvoorbeeld de Canadezen werd gebruikt. Pas vanaf 1944 zou er langzaam worden overgegaan naar de MK3 turtlehelm. De Amerikanen stapten pas in 1941 over op een compleet ander en minstens even iconisch model, de M1. Een stalen helm met een losse binnenhelm. Dit model bleef, met wat kleine aanpassingen, zelfs in Amerikaans gebruik tot 1985. Het was dan ook een M1-helm die parachutist en machinegeweerschutter Vincent J. Speranza in de koude decemberdagen van 1944 droeg in Bastogne. Daar bleek dat helmen voor veel meer zaken erg handig zijn. For the second day my friend got hit in both legs and he was sent back and put on the floor of the church. And my sergeant sent me back to get something, batteries for the radio, I think. And while I was back there, I went to look for my friend. And I see him. I said, hey, Joe, how you doing? He said, nothing. I got a couple of shrapnel leg. I'll be out of here tomorrow. I said, no kidding. He said, yeah, I'll be out of here tomorrow, the next day or something. I said, well, okay, listen, Joe, I got to go back. Anything I can do for you before I leave? He says, yeah, go find me something to drink. I said, where am I going to find you something to drink? We're surrounded, there's no supplies, anything coming in. He said, go look in the taverns. The taverns are all bonded. Go look in the taverns, you might get lucky. Hey, when your friend says he wants something to drink, now it's snow. I found a tavern, and when I went in, still had the bar, and when I pulled the handle, beer came out. So I said, ooh. I looked for a glass or a bottle or something to put the beer in, there was nothing. Of my helmet, the same helmet you use in a foxhole, you know. I swished a little snow in it, and I filled it up with beer. I went back to the church. I said, Joe, I got some beer. He said, oh. So I'm feeding him from the helmet the beer. Hey, give me some of that. Give me some of that. Give me some. I was like an old mother cow, giving every guy a mouthful of beer. Enfin, even terugspoelen naar de Eerste Wereldoorlog, want de Duitsers konden natuurlijk niet achterblijven. En in 1916 kwamen zij met hun eigen type helm, de Stahlhelm. En dat was nogal andere koek
dan de van gekookt leer gemaakte pikkelhoubes. Ook in dit vroege model zijn al duidelijk de contouren van de later o zo bekende Duitse helm uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar. Ja, in Nederland dan. Nou, wij waren natuurlijk neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar in 1916 namen wij, na een aantal mislukte experimenten en de aanschaf van 10.000 Franse helmen, een eigen helm in gebruik. De Model 1916. Deze werd later vervangen door de helm Nieuw Model, de M27 uit, jawel, 1927. Deze helm was voorzien van een koperen plaatje aan de voorkant met daarop de Nederlandse leeuw afgebeeld. Ook aan dit ontwerp zou in de volgende jaren geschaafd blijven worden, met een heel scala aan subtypes tot gevolg. En een aangepast model werd zelfs verkocht aan Roemenië. Maar in essentie was dit wel dé helm, met een kostprijs van 5,79 per stuk, waarmee Nederland in mei 1940 noodgedwongen de wapens oppakte tegen de Duitse agressie. Het gerucht ging al gauw dat de Duitse sluipschutters het op het embleem gemunt hadden, omdat het na het poetsen wel heel erg begon te glimmen. En het koper zou een makkelijke plek zijn voor kogels om naar binnen te dringen. Nou, je snapt het al, heel veel soldaten gebruikten hun bajonet, dolk of ander hulpstuk om het embleem ervan af te slopen. Wat ze dan niet wisten was dat de helm al lang op dit punt was getest en die test glansrijk had doorstaan. Nederland capituleerde. En veel van de buitgemaakte Nederlandse helmen kregen tijdens en na de oorlog een andere bestemming. Bij de Wehrmacht, Luftwaffe, Luchtbeschermingsdienst, de Binnenlandse Strijdkrachten. En ook na de Tweede Wereldoorlog nog bij de Marine. En zelfs bij de politie doken vaak overgeschilderde exemplaren van de helmen uit de jaren 20 en 30 op. Tijdens de Tweede Wereldoorlog droegen Nederlandse militairen onder geallieerd gezag veelal Britse uniformen en dus ook helmen, zoals de MK2 en MK3. Maar ook andere types werden gewoon gedragen. Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd droegen Nederlandse militairen de Amerikaanse M1's, waarop ook de latere troepenhelm M53 was gebaseerd, die, wederom met wat kleine aanpassingen, tot 1992 in gebruik bleef. Kortom, de helm is een onmisbaar onderdeel van de uitrusting van soldaten, ook vandaag de dag. Mocht je nu meer willen weten over dit onderwerp, dan raad ik je van harte het boek De Nederlandse Stalen Helm tussen 1916 en 1992 aan.